Afgelopen zondag zette de 34-jarige verdediger van NEC Rens van Eijden een punt achter zijn carrière. Rens speelde meer dan 254 wedstrijden voor NEC in 11 seizoenen. Zondag kwam daar een einde aan. Een speciaal moment. Ja, het was voor mij een hele mooie dag. Het was aan de ene kant, om eerlijk te zijn, was het ook wel lastig. Omdat je niet zeker wist of dit je laatste zou zijn. Nee. We hadden natuurlijk die mogelijkheid nog om te spelen voor play-offs voor Europa. Ja. Ik had veel familie, vrienden uitgenodigd, mensen met wie ik heb gewerkt, goede relatie heb, omdat ik dat graag met hun wilde delen. Ja, voor mezelf was dat wel het moment om af te sluiten en klaar te zijn. En een geweldig spandoek van het publiek en geweldige reacties en support van iedereen te mogen ontvangen. En in die zin Want de vorige keer zag je niet in het publiek. Vertelde je na afloop, nee, had klopt. Je niet gezien. Klopt, nou, deze was niet te missen. Deze was niet te missen. Kijk, toen de tijd was natuurlijk, ik was aan het spelen. Ja. En dan heb ik niet altijd in de gaten wat er gebeurt. Meestal, ik hoor wel dingen, reageer ik niet op, maar ik hoor ze wel. En nu was het dus het afscheid waarin alles klaar is en je ook de tijd hebt om te kijken wat er allemaal gebeurt. Ja, en dan viel dat spannend ook wel op natuurlijk. Ja. En dan heb je ook kunnen genieten. Zeker, ik heb enorm genoten. Ik ben ook echt dankbaar voor dat mensen de tijd en energie nemen om dat erin te doen. Ik heb zelf altijd alles gegeven om het beste voor mezelf, voor de club, voor mijn teamgenoten, voor het kantoor. En daarin heb ik altijd geprobeerd om het maximale van mezelf te halen, maar ook de club naar een hoger niveau te tillen. Ik ben niet iemand die daar heel vaak waardering voor wil hebben of wil horen. Ik vind dat hoort gewoon bij mijn werk, dat hoort bij mijn rol als aanvoerder, dat doe ik met alle liefde en plezier. Mm-hmm. Ja, als je hem dan één keer of niet één keer in het spandoek, natuurlijk ook met de teksten en alle complimenten die ik nu krijg, nu ik stop, die proppen we nu in een week en daarna kunnen we weer met z'n allen normaal doen wat mij betreft. Kunnen we weer door. Kunnen we weer door, ja.